Welkom bij weer een filmpje van Creations bij Jolan. En wat gaan we vandaag doen? Nou, vandaag gaan we dit super leuke kleine lieve doosje maken. En ik weet, jullie zijn altijd nieuwsgierig wat erin zit. Er zit een Mentos verpakking in, een kleine Mentos verpakking. Dus dit is wat we zo meteen gaan maken. Nou, daarbij hoort natuurlijk een schattig kaartje. En dit is de buitenkant. En ja, ik vond dat er ook eigenlijk een beetje aandacht aan de binnenkant besteed moest worden. En dit is de binnenkant. Nou, wat heb ik daar verder allemaal bij gebruikt? Ik heb onder andere gebruikt de Sweet Strawberry Stempel Set. En daarbij hoort dat hele mooie papier. Berry Delightful Designer Series Paper. En daar zitten die mooie vellen allemaal in. Echt hartstikke mooi papier. Het papier kun je gratis krijgen. Samen met de stempelset Berry Blessings. Bij een bestelling van 120 euro aan stempende producten. Dus bestel je voor 120 euro. Dan kun je dit gratis uitzoeken tijdens de celebration. Nou, laten we aan de slag gaan. Wat hebben we nodig voor dit schattige doosje? Ik heb alles weer een beetje voorbereid, zodat het wat sneller gaat allemaal. We hebben een stukje cardstock nodig van 17,5 bij 10 voor de onderkant. Voor de deksel hebben we een stukje nodig van 8,2 bij 8,2. Even spieken. We hebben één keer een stukje nodig. Nou weet ik niet waar ik dat gelaten heb. Volgens mij ben ik dat kwijt. Nou, dan gaan we dat zo tussendoor wel snijden. We hebben één keer een stukje nodig van 3,5 bij 3,5. We hebben vier keer een stukje van 5,5 bij 3,5 nodig. En, oh, dat was dit stukje. Dus één stukje van 3,5 bij 3,5. Vier stukjes van 5,5 bij 3,5. En we hebben vier stukjes nodig van 1,5 bij 3,5. Ben ik volgens mij, nou, ben wat verloren, maar dat geeft niet. Dan gaan we dat straks gewoon snijden. Nou. We nemen het stukje cardstock. En dat gaan we rillen. Even zo voor ons neerleggen. Dit is de zijde van 10 centimeter. We gaan hem rillen op 4. Gooi even het snijmesje weg. Zo. We gaan hem rillen op 4. Dan draaien we een kwartslag. En dan gaan we hem rillen op 4. Heeft die goed licht? Ja. Op 4. Op 8. Op 12. En op 16. Wanneer we hem dan zo voor ons houden, dan wordt dit zometeen de plakrand. En dit wordt de bodem. Nou is de bedoeling dat we hier een plakrand maken. Maar die gaan we niet helemaal hier doorheen snijden. Want dat wordt de bodem. Vergissen je is het ook niet zo'n ramp. Dus we leggen hem aan op 2,5. Je kunt natuurlijk rillen en knippen. Maar ik ga gelijk snijden. Kunnen jullie het zien? Ja. Dus ik ga 1,5 centimeter van de bodem pakken en ik snij tot aan die rillijn daar. Op deze manier. Ja. Dus dit snij ik eraf. Dan gaan we alles netjes inknippen. Kijken of jullie het kunnen zien. Ja.
Vraag me niet waar ik die kleine Mentos potjes gehaald heb. Volgens mij een keer ergens op een vliegveld. Ik heb er een hele hoop. En allerlei kleurtjes. Maar deze kleur blauw die past zo mooi hierbij. Dat ik hem nu hiervoor gebruikt heb. Er zit volgens mij niet echt een boven- en een onderkant aan het papier. Dan gaan we het designer serie paper opplakken. Oh, ook die kant is leuk. Dus dit waren 4 stukjes. Van 5,5 bij 3,5. Nou, als ik netjes gerild heb, dan moet dit en dat doet het precies op elkaar vallen. Zorg hè, dat dit dus mooi doorloopt. Even laten drogen. Dan gaan we ondertussen even de deksel rillen en we rillen alle zijden op 2 centimeter en hij was 8,2 bij 8,2 en die 2 millimeter dat is zodat hij zo meteen netjes over het onderkantje schuift. Oh, kijk, dit gebeurt dus ook bij mij. Ik ga even een nieuw stukje snijden. Nou, zoals jullie zien gebeurt dit dus ook bij mij. Ik zeg daarom al zo vaak, doe je snijmesje weg, want anders gaat het niet goed. En het gebeurde dus nu ook bij mij. Geen probleem. Ik heb even snel een nieuw stukje kaartstok gepakt. En ik had een stukje nodig van 8,2 bij 8,2. En die gingen we rillen. Ik doe hem nu snel weg. Die gingen we rillen alle kanten op 2 centimeter. Nou, dit stukje kunnen we trouwens zo meteen gebruiken om te ponzen, dus het is niet zo'n ramp. Snijapparaat weg. Dan gaan we inknippen tot aan de eerste rillijn. Tegenovergestelde. Ik knip dit altijd schuin af, zodat er niks bovenuit kan steken wanneer we het in elkaar gaan plakken. Dus zo zien jullie maar, ook bij mij gaat wel eens wat fout. Oh.
En wat ik net al vertelde, was ik zo'n klein stukje kwijt van 1,5 bij 3,5. Dus ik moet even nog een stukje erbij snijden. Maar ik had hier nog een restje liggen. Dus dat komt goed. Ik had hier nog een restje liggen. En ik had 1,5 centimeter nodig. Dus nogmaals, ik weet niet waar ik de mentosjes vandaan heb gehaald. Anders google gewoon eventjes. Heel vaak als ik ergens ben, zie ik overal leuke dingen. En dan denk ik, oh ja, oh ja, oh ja. En dan ligt het er een tijdje voordat ik het echt ga gebruiken. En dan weet ik soms gewoon echt niet meer waar ik het gekocht heb. Zorg dat dit weer netjes doorloopt. Even goed aandrukken. Laatste hoekje. Nou, laten we dit ook even liggen. Dan pakken we weer ons basisdoosje. Vouw deze even iets naar binnen. Klein druppeltje lijm. Gaat deze naar binnen. Beetje lijm. Oh. En dan zorg je dat dit netjes recht, als een rechte hoek, dichtgeplakt wordt. Dan draai hem heel even om. Dan pak je gewoon even je vouwbeen of de achterkant van de liniaal. Net wat je makkelijk vindt. En dan past daar dat leuke mentosdoosje in. Dan een dekseltje erop. En dan had ik hier natuurlijk een leuke tekst. En die tekst die kwam uit de Sweet Strawberry. En ik had Just For You gebruikt. Even spieken. Just For You. En nu zoek ik even kijken. Een restje groen. Die had ik net klaargelegd, maar die is nu weer... Oh. Weer wandelen, wou ik zeggen. Ik heb vaak zoveel projectjes onder handen. En dan leg ik alles klaar en dan heb ik het weer iets anders voor nodig. En dan weet ik weer niet waar ik het gelaten heb. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nog een oud ovaal ponsje. En dat is 3/4 × 15/16. Het is een oud ponsje, maar dit soort ponsjes doet dus nooit weg. Je ponst even de tekst Just For You uit. En we hadden net dat versneden stukje. En daar pons ik gewoon een onderkantje voor uit. Nou ja, je ziet maar, je hoeft echt niet te moeilijk te denken. En je hebt al heel snel een leuk resultaat. Nou, ik hoop dat jullie het weer een leuk filmpje vonden. Dankjewel voor het kijken. Heb je vragen? Wil je iets weten? Stuur me gerust een mailtje op creationsbyjolan@gmail.com. Alle gebruikte materialen zijn natuurlijk via mij te bestellen. Oh, er zit iets scheef. Zo.
Kijk, alle gebruikte materialen zijn via mij te bestellen via creationsbijolanda@gmail.com. Dankjewel weer voor het kijken en tot het volgende filmpje.